Lekker, hè? Het ging hartstikke goed. We genieten er ook van. En de mensen bij op plein ook. En het is heerlijk weer, dus wat willen we dan nog meer? Treedt u vaak op als koor? Redelijk veel, ja. Het is gewoon ons lust in ons leven, hè? Dus ja, overal eigenlijk. Over het sluis, maakt niet uit. En we hebben een hele leuke groep, hele lieve mensen. En we krijgen heel veel mensen mee altijd. Dus, ja. En hoeveel mensen bestaat uw groep uit? Ongeveer 50 personen, ja. Dus sopranen, bassen, alten, tenoren. Dus een beetje gemengd koor en vierstemmig. Dus ja, het is gewoon schitterend. Heel veel plezier met elkaar. Heel veel plezier. En ik geloof ook dat je zelf ook genoten hebt, toch? Absoluut. Heel veel plezier vandaag. Ja, oké, dankjewel. U zingt alle nummers mee, hè? Ja. U zingt alle nummers mee. Tuurlijk, want er staan erin. Oké. Ja, was dat een jaren kwijt. Je hebt nou weer een heel klein stukje van die goede oude tijd. Je bent zelf ook oud schipper, hè? Ja. Hoe lang is dat geleden? Nou, ik heb altijd wel, ben altijd wel in de scheepvaart bezig geweest, hoor. Ik ben altijd wel in de scheepvaart bezig geweest. Op coasters, vrachtschepen buiten en ook weer op binnenvaartschepen. Bij Müller heb ik gewerkt. Schitterende mooie dag voor chantemuziek, hè? Ja? Een mooie dag voor chantemuziek. Jawel. Jawel. Nee hoor, het is... Maar ik zit hier al een paar jaar op. Het doet al lang hoor, dat... In een ander koor heb ik ook nog gezeten. Maar toen zijn we hier op de kerk terechtgekomen. Bij Koorstorm. Is het goed weer vandaag? Ja, het is geweldig weer om te zingen voor ons. En we zijn hier echt op zijn plaats, want prachtig, een heel groot publiek. Wat moeten we nog meer als IJsselman hebben? Nou, we zijn een heel groot koor. We zijn met 75 man zingen we, normaal gesproken. We zitten nu met 50, maar ze zijn natuurlijk niet allemaal beschikbaar. En we zingen dus overal dergelijke dingen, festivals. En we gaan over een maand gaan we naar Praag voor 5 dagen. Gaan we daar zingen als uitwisseling met Nederland. En dat is onze... Ja, dat is geweldig. We zijn 2 jaar geleden in Noorwegen geweest. En we hebben daar ook een internationaal festival gezongen. Prachtige prestatie geleverd. En nou staan we hier in Ridderkerk. En dat is ook leuk. Chantemuziek leeft erg, hè? Leeft heel erg. De Chanticoren zijn de laatste 6-7 jaar eigenlijk uit de grond gestampt, zeg maar. Veel gemeentes zijn ze in de Krimpenerwaard, Hoekse Waard, Albersse Waard, zijn de Chanticoren ontstaan. En dus je hebt wat meer concurrentie. Maar op zich is dat niet zo erg, want je zingt hier met, ik denk, 11, 12 koren. En je hebt 4 podia's, dus dat kan allemaal best. En dit is het hoofdpodium, dus hier moet je eigen laten zien. En dan gaan wij straks zo dat te doen. En hoe lang bestaat uw koor al? Ons koor bestaat nu 6 jaar, bijna 6 jaar. Vorig jaar 5 jaar bestaan. En we hebben eigenlijk zo'n 45 optredens per jaar. Dat is best een hoop. Ja, dat is heel veel. Want zoals nou in mei hebben we nou 5 optredens. In juni 6. En in juli 3. En dan gaan we naar vakantie.
Dan gaan we in augustus dan weer met 2 beginnen, maar in september alweer 5. En dat is best druk. Heel veel plezier vandaag. Dankjewel. Graag gedaan. Dierenbescherming is vandaag ook vertegenwoordigd? Ja, wij zijn vertegenwoordigd met een hele mooie kraam, zoals u ziet. En met 2 collega's. Voor de mensen die niet precies weten wat de dierenbescherming doet, kunt u kort uitleggen wat u doet als vereniging? Ja, wij staan hier om het werk van ons te promoten met wat verkoopartikelen erbij. Om het een beetje aantrekkelijk te maken dat er mensen komen. En wij in Ridderkerk verzorgen altijd de vermissingen, de gevonden dieren. En mensen kunnen ons altijd bellen met vragen over dieren en dergelijke. Beantwoorden we graag. Het is ons nummer, dat is in Ridderkerk vrij bekend. Wat is het nummer? Het is 42-78-50. We hebben ook tegenwoordig een regionaal telefoonnummer voor de dierenambulance. Dat is 0900-112-4x0. En dat is dan voor, meer voor spoedritten en dergelijke. Mensen kunnen ons bellen voor taxiritten en dergelijke. Maar als je nou een spoedrit hebt en je weet niet precies welke dierenambulance je moet hebben, dan kan je beter even dat 0900 nummer bellen. Dan word je gelijk doorgeschakeld naar de plaats waar je de ambulance wil hebben. Hoe verloopt de verkoop vandaag? Het gaat best goed. Ja, we hebben best wel wat verkocht. Het is lekker druk, het is lekker weer. Het scheelt natuurlijk een heleboel. Het weer doet alles. Dus nee, het gaat best goed. Hoe is vandaag gegaan? Vandaag uitstekend, uitstekend. Weer nog meer mooi weer hebben. Ja. En de verdiensten gaan goed. Ja, we hebben een hele leuke dag gedraaid. Wat hebben we ook wel nodig? Want dat kost veel geld hier met die oud-uitkamer. Wat doet de oud-uitkamer precies? De oud-uitkamer, nou, die verzamelt natuurlijk de oudheden van de gemeente Ridderkerk. En dat wordt allemaal gedigitaliseerd en zo tegenwoordig in computers gezet. En dan kunnen de mensen ook bekijken. Dus kan dit filmpje aan u geven? Wat zegt u? Kan dit filmpje aan u geven? Wat mij betreft wel hoor. Ja hoor, dat komt best voor elkaar. We maken er ook wel reclame mee met die filmpjes. Het zijn Brabantse aardbeidjes, dus die zijn hartstikke lekker. Ik zou zeggen, kijk. Wacht even. Ja, hij smaakt inderdaad erg lekker. Het zijn gewoon hele lekkere aardbeidjes. We hebben broodje aardbeien gehad. Iemand die zo aardbeidjes wou, dus een doosje meenemen voor huis. Nou, super. Het is goed weer, hè? Een beetje suiker eroverheen. We hadden ook tosties, nou, die waren zo uitverkocht. Broodje warme worst, maar ja, met dit warme weer willen ze lekker iets fris. Goed voor het sojabakken dieet, dus gezonde aardbeien. Zit er wat voor u bij, denkt u? Ja, het is een speciale dag, dan moet je ook iets kopen. Vandaag is 10 mei, hè? Het begin van de Tweede Wereldoorlog. En wat hebt u vandaag gekocht? Wat ik vandaag gekocht heb? Nou, deze pan en een heleboel aardbeien en allerlei kleine dingetjes op die andere markt. Maar de aardbeien die waren van hele slechte kwaliteit. Er staat nu nog een ander kraampje, daar ga ik het nog eens even opnieuw proberen. Hoe is het gegaan vandaag? Ja, goed meneer, geweldig. Schitterend weer, dus dat was wel heel erg fijn. Hoewel ik eigenlijk denk dat het iets te warm is geweest. Dat mensen toch, vanmorgen was het erg druk.
Maar vanmiddag denk ik dat mensen lekker in de tuin zijn gaan zitten. Ik geef ze groot gelijk. Kom zelf uit Ridderkerk? Ja, de Ridderkerk. Met welke spullen staat u hier? Dit is de kraam van de Wereldwinkel. We hebben dus hier de winkel en we zijn naar buiten gegaan met een kraam. Om zoveel mogelijk artikelen te kunnen verkopen vandaag. En dat is op zich wel aardig gelukt. Wat doet de Wereldwinkel precies? Die verkoopt producten uit ontwikkelingslanden. Waardoor de boeren daar en de producenten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Dus alle opbrengsten vandaag gaan naar de boeren toe? Ja, dat denkt men altijd. Dan vragen ze van wat is nou, hoeveel procent gaat er daar naartoe? Maar zo werkt het eigenlijk niet. De boer krijgt, of de producent, eerst het geld en zijn dan aangesloten bij coöperaties. Waardoor ze dus met elkaar sterker zijn en een eerlijke prijs krijgen. En dan wordt het uitgevoerd naar de andere landen. Veel succes. Dankjewel.